Erwig op Brassa? Ieder jaar aanwezig. Wij staan altijd gepositioneerd recht tegenover het restaurant. Ja. Dus ja, dat is heel herkenbaar voor iedereen. En u staat hier voor een mooie schilderij? Een prachtig schilderij. Een werk van Lita Cabalut. Lita Cabalut is een Spaanse dame die prachtige werken maakt. En waar dat ik fier ben van haar te vertegenwoordigen hier op Brassa. En is dat moeilijk om zo mensen te vertegenwoordigen in België dan? Ja, dat is enorm moeilijk, want zij is internationaal heel hard gekend. En het is omdat ik een beetje eigenlijk een persoonlijke band heb met haar, dat het mogelijk is om haar hier te brengen. Dus de enige in België die haar vertegenwoordigt. Wat betekent Brassa voor u? Brassa, dat zijn 60.000 bezoekers, zowel nationaal als internationale klanten. Ze komen hier van Rusland, van China, van veel Fransen, Nederlanders, Duitsers, natuurlijk Europa. Spijtig genoeg weinig Amerikanen. Waarom spijtig? In Amerika zijn we eigenlijk nog niet zo op de kaart. Maar dat komt natuurlijk een beetje door de situaties met Europa en zo. Maar ik denk dat in de toekomst ook wel zal beteren, ja. U heeft een galerij zelf, uw eigen galerij, in Hartje Brussel. Waar is dat precies? Ja, onze galerij is gevestigd aan de Zavel. We zitten in de straat met een tiental handelaars, heel herkenbaar. En dus ook voor de liefhebbers makkelijk van de ene handelaar naar de andere te gaan. Dus dat is, ja, ik ben er heel tevreden mee. Ook Brussel is vrij internationaal bereikbaar, met de luchthaven en zo. Dat is, ja, ik ben heel tevreden daar. Ja, Erwig, in de galerij hangt er heel veel werk in. Je moet dan kiezen, welke breng ik naar hier toe, naar Brassa? Is dat een moeilijke keuze? Ja, dat is een heel moeilijke keuze. We zijn daar reeds 3-4 maanden op voorhand mee bezig. Ook de foto's voor de catalogus moeten wij reeds in juni aanleveren. Dat is vroeg. Dat is bijna een half jaar op voorhand eigenlijk. Dus ja, eigenlijk als Brassa gedaan is, start eigenlijk al de volgende. Ja, het is niet gewoon Brassa gedaan en even genieten, op reis gaan? Nee, het is altijd werken geblazen. Maar dikwijls is dat gecombineerd. Ik ben veel in het buitenland op reis voor te zoeken. En dikwijls gaat er dan 1 of 2 dagen rust bij eigenlijk. En dat is voor mij eigenlijk de vakantie. Echt de grote vakanties zitten er weinig in eigenlijk. U bent een Antwerpenaar in Brussel beland. Was die aanpassing moeilijk? Ja, het is aanpassen. Antwerpenaren zijn van nature toch meer stipter. Een Brusselaar is een beetje nonchalanter. Die nemen het allemaal niet zo nauw. Maar voor mij persoonlijk, voor dus de galerij, was het toch wel een goede stap. Daar we door aanwezig te zijn in Brussel toch ons internationale cliënteel makkelijker kunnen bereiken. Ja, u bent bekend voor heel speciale, aparte werken. Hoe gaat dat dan? Ja, de mensen komen van ver. Zoals ik zeg, China. Ik heb net nog een Chinees gehad die mij belde voor morgen een inkomkaart te krijgen. Die stond voor mijn galerij, wat dus onmogelijk was voor daar te zijn. Maar ja, ik ben bekend om een specifieke zaken, vooral de kwaliteit respecteren de klanten goed. Plus mijn diversiteit. Ik heb van alle periodes, alle stijlen, alle culturen, die breng ik allemaal samen. En dat is eigenlijk mijn succes. Ja, laatste vraagje. Als jonge gast in die passie voor de kunst, hoe belangrijk is dat? Ik denk dat je daar wordt mee geboren. Hè. Was dat een voorbeeld van thuis? Hè? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Het was eigenlijk door bij een vriend thuis te komen dat er een openbaring was. Mijn vriend, zijn vader, die verzamelde van alles. En die man had themakamers bij hem thuis. Een kamer van de jacht, een kamer van de maritieme kamer, een Afrikaanse kamer. Ik was er zo door gefascineerd. Dat zijn vader eigenlijk mijn eerste leermeester werd. En ik ben dan begonnen mee te gaan met die man op zoektocht. En
Ja, eigenlijk... Voilà, hier staan, ja. Ja, ja. Voor het lang verhaal kort te maken, dit is het resultaat. Spijtig genoeg is die man overleden, maar dat was een heel goede leermeester voor mij. Erwig, ik wil geluk wensen wat ik je zie allemaal vandaag op je stand. En ik hoop dat er nog een ganse week zeker, hè? Duurt ja, die beurs? Ja, het is een lange beurs, nog tot volgend weekend eigenlijk. Dus het zijn nog 10 lange dagen. Ja. Veel succes, hè.